bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik het hebben over goede make-up producten. Het zijn niet per se nieuwe make-up producten of zo. Er zitten er hier een aantal bij die al super oud zijn, super old school. Maar ik ga het gewoon vandaag hebben over alle make-up producten waarvan ik denk, deze moet je gewoon hebben, deze moet je hebben in je stash. Deze gaan echt geschikt zijn voor een heleboel mensen. Er zullen natuurlijk altijd uitzonderingen zijn, maar ik ben er echt van overtuigd dat wat ik vandaag ga laten zien echt voor de meeste mensen geschikt gaat zijn. Dit zijn make-up producten die ik gewoon echt opnieuw koop als ze op zijn. Ze zijn super goed en als ik ze niet heb, dan mis ik echt iets in mijn stash. Dus daar wilde ik het vandaag over gaan hebben. Ik denk dat iedereen altijd wel houdt van goede make-up. Ik heb ook laatst een video gepost waarin ik het heb gehad over goede betaalbare make-up. En daar ging het dus allemaal over goedkope make-up die echt geweldig is. Vandaag is het een mix van betaalbaar en high-end duurdere make-up. Dus het is gewoon een beetje alles door elkaar. Maar dit zijn echt make-up producten waarvan ik echt denk, you need this. Dus daar ga ik het vandaag over hebben. Ben je al benieuwd naar de video? Heb je er nu al zin in? Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Deze make-up look heb ik gemaakt in de video waarin ik hem heb opgemaakt in naturel licht. Dus mocht je deze look willen zien, bekijk even die video. Deze ooglook is gemaakt met een Action paletje. Echt super goedkoop. Ik zal wel weer zoals altijd even vertellen wat ik op mijn lippen heb. Een MAC Lip Pencil in de kleur Soar. Soar. S-O-A-R. Ik weet nooit hoe je dit uitspreekt. Daarmee heb ik mijn hele lip ingekleurd. En toen heb ik mijn Fenty Beauty Gloss Balm aangebracht in de kleur Sweet Mouth. Dus dat is de mix van vandaag. Ik ga van start met wenkbrauwen. Deze wenkbrauwcombo gebruik ik de laatste tijd echt alleen maar. En het is echt amazing. Ik heb ook vandaag mijn wenkbrauwen ermee gedaan. Ik heb ook de afgelopen tijd best wel vaak complimenten gehad over mijn wenkbrauwen. En ik denk echt dat dat komt omdat ik deze producten de laatste tijd gebruikte. Om te beginnen heb ik hier de Brow Blade van Urban Decay. Echt mensen, amazing. Deze heb ik gehad in PR. Ik heb er dus niet voor betaald. Hallo, focus. Deze zou ik nooit uit mijn eigen hebben aangeschaft. Je hebt hier een soort van pennetje, zien we dit? En dan hier heb je de potloodkant. Hij is al gewoon op. Kijk dit, ik heb hem zo vaak gebruikt. Hij is al gewoon op. En hier heb je dus zo een klein wenkbrauwpotloodje die ik wel altijd gebruik. Maar ik gebruik altijd van niks. Alleen dit zou mij nooit hebben aangesproken. Deze zou ik nooit hebben gekocht. Ik heb hem gehad in PR. Ik dacht, nou prima, dan ga ik hem gewoon gebruiken. Ik gebruikte de penkant voor hier in het begin. Dan maak ik van die neppe haartjes. En dan kleur ik mijn wenkbrauwen in met de potloodkant. Ja, ik wil de potlood laten zien, maar hij is gewoon letterlijk vandaag opgegaan. Dit product is geweldig. Oh my god. Vooral deze penkant. Deze kant is nou opgegaan, maar deze penkant heeft gewoon nog inkt. Dus die ga ik gewoon nog gebruiken voor, ja, zo hier in het begin. Echt een geweldig product. Het laat je wenkbrauwen ook gewoon goed zitten. Het laat het heel naturel eruit zien, ook al is het niet naturel. Ik ben echt compleet impressed met dit product. Had ik nooit verwacht. Ook waarmee ik echt impressed ben, is de Anastasia Beverly Hills Clear Brow Gel. Deze heb ik gekocht in het klein. Ik wilde hem gewoon proberen. Ik dacht, ja, het is maar gewoon een wenkbrauwgel. Ik heb hem een aantal keer geprobeerd. Ik dacht, ja, nou, gewoon prima. Eén dag was ik hem dus vergeten op te doen. En onderweg in de auto zag ik gewoon dat mijn wenkbrauwen niet goed zaten. De haartjes zaten een beetje all over the place. Waren niet netjes. En ik dacht, wat heb ik anders gedaan? En het was dus echt dat ik gewoon vergeten was om deze wenkbrauwgel erin te doen. Het was zo'n groot verschil. Ik dacht echt, wauw, dit is echt een goed product. Dit zorgt er gewoon echt voor dat mijn wenkbrauwhaartjes echt mooi op hun plek blijven. En zonder deze waren ze echt een beetje all over the place. En het viel me echt gelijk op. Dus toen had ik echt iets van, oké, deze moet ik echt gaan halen in het groot. Want hij is echt amazing. Dan heb ik ook deze Revolution Conceal & Fix Concealer. Deze gebruik ik voor onder mijn wenkbrauwen. Om mijn wenkbrauwen mooi strak te maken. Ik heb de kleur medium beige. Ik had hem iets donkerder verwacht. Hij is toch wel net een tikkietje te licht voor mij. Ik zou hem persoonlijk halen in een donkerdere kleur. Maar nou had ik hem al. En ik dacht bij mij, ja, whatever. Zoals je ook kunt zien is hij echt vaak gebruikt. Deze gebruik ik nou echt iedere keer als ik mijn wenkbrauwen doe. Zie je dit? En hiermee maak ik het gewoon hieronder helemaal strak. En daar is hij echt geweldig voor. Het is een beetje een soort van dikkere concealer. Deze is officieel gewoon gemaakt voor je gezicht om plekjes te bedekken. Maar ik gebruik hem dus voor mijn wenkbrauwen. Deze combo, amazing. Ik krijg hierdoor echt mooie wenkbrauwen. Ook vandaag gebruikt. Ik ben hier echt super blij mee. Het is alle drie geld waard. Ik ben er echt zo blij mee. Ik weet niet eens hoe blij. Ik weet niet eens hoe ik het goed kan uiten. Dus ja, deze combo, I love it. Dan ga ik verder met een oogschaduwpaletje. Dit is geen nieuw oogschaduwpalet. Maar als er één oogschaduwpalet is die ik iedereen kan aanraden. Als jij niet veel te besteden hebt en dat soort dingen. En je denkt bij jezelf, ik moet gewoon één goed oogschaduwpalet hebben.
koop dan de Morphe X James Charles palet. Het is een groot paletje, maar er zit werkelijk waar elke kleur in die je moet hebben. Je kunt everyday looks maken met de meer bruine kleuren. Je kunt experimenteren met kleur of als je er al gewoon goed in bent, kleurrijke looks maken. Welke look ik ook wil maken, het maakt niet uit. Ik kan de look gewoon maken met dit paletje. Het is zo'n goed paletje. De kwaliteit is ook echt gewoon goed. Ik heb er al zoveel looks mee gemaakt. Ze staan allemaal op mijn Instagram. Volg me ook daar als je veel looks wilt zien. Het is gewoon echt een van de beste oogschaduwpaletjes die ik heb. Ook gewoon omdat er elke kleur in zit. Dat is gewoon een super groot pluspunt. Hij is wel een beetje aan de grote kant. Hij heeft dit paletje ook uitgebracht in het klein. Ik zou gewoon de kleine bestellen, want... ja, deze grote, het heeft niet echt nut. En als ik hem niet al had gehad, dan had ik ook gewoon de kleine besteld. Is ook handiger voor op reis. Als ik al mijn oogschaduwpaletten moest wegdoen en ik mocht er maar eentje houden, dan had ik zeker deze gehouden. Omdat ik gewoon, ja, zoals ik al 40 keer heb gezegd, elke look hiermee kunt maken. Dus deze wilde ik jullie echt nog even aanraden. I love it. Dan is voor de lippen wat ik nou ook op heb, wat ik net heb verteld. Een Fenty Beauty Gloss Balm. Deze is in de kleur Sweet Mouth, maar je hebt ook een heleboel andere kleuren. Dit is helaas niet te kopen in Nederland. Deze is er alleen maar bij Sephora. Deze had ik gehaald in Spanje bij de Sephora. Je kunt wel bij de Sephora uit Frankrijk bestellen. En dan hoef je geen douane of zo te betalen, want het is gewoon in Europa. Dit is echt een van de beste glossjes die ik heb. Het is gewoon echt een gloss. Het is gewoon een mooie dik gloss. Ik vind ook de applicator is zo lekker groot en dik. En je kunt dan zo lekker makkelijk aanbrengen. Ik heb echt al veel op. Nou ben ik echt aan het overdrijven, maar ik wil het gewoon even laten zien. Het is echt zo'n lekkere, dikke gloss met superveel glans. Je hoeft ook niet veel aan te brengen. Gewoon één keer is gewoon meer dan genoeg. Je hoeft niet 100 keer terug in dit potje, of hoe ik het ook moet noemen. Ik ben ook echt heel blij met de kleur Sweet Mouth. Vind ik echt een hele mooie lichte roze kleur. Als ik wist dat ik zo blij ging zijn met deze gloss, had ik zeker ook de andere kleuren gehaald. Hij brengt gewoon fijn aan. Hij ruikt lekker. Dit is echt een super goede gloss. Hij is ook echt heel erg overhyped. Maar hij is echt de hype waard. Super, super goede gloss. Mocht je ooit bij een Sephora zijn of whatever, schroom niet om deze te halen. Je gaat er echt blij mee zijn. Nepwimpers. Ik denk dat als je al een trouwe abonnee bent van mij, ik niet meer hoef te vertellen wat mijn favoriete nepwimpers zijn. Deze van de Primark. De stijl die ik het vaakst gebruik is 747. Die is wel echt super, super heftig. Ik denk voor de meeste mensen echt te heftig. Maar ik heb hier ook een 709. Ik heb er twee. Deze is iets meer naturel. Ze hebben echt super veel stijlen. Dit is een merk uit Engeland en hun hadden mij deze in PR gestuurd toen die net bij de Primark kwamen en ik was verliefd. Deze die ik nou vast heb, heb ik ook gewoon weer opnieuw gekocht bij de Primark. Die ik van hun had gehad, zijn al lang op. Ik ben helemaal verliefd. Ik gebruik ze zo vaak. Ze zijn zo goedkoop. 5 euro. Niet te doen. Je hebt zoveel verschillende stijlen. Ik vind dit echt de beste Primark wimpers die er zijn. Echt amazing. En zoals ik al zei, als je me al een tijd volgt, je ziet ook dat ik echt vooral stijl 747 echt iedere keer gebruik. Dit zijn ook geen mink wimpers, dus niet van een dier. Dit zijn silk lash wimpers. Dus voor alle vegan, dierproefvrij mensen zijn deze ook ideaal. Super goedkoop, echt je geld waard. Sla ze echt in, ze zijn echt geweldig. Ik weet by the way niet of ze bij elke Primark zijn. We gaan verder met deze losse poeder van Makeup Studio. Deze heb ik ook gehad van hun en ik ben helemaal impressed. Ik heb de kleur 1. Deze poeder gebruik ik de afgelopen tijd echt gewoon iedere keer. Het is gewoon een goede everyday poeder, als je begrijpt wat ik bedoel. Hij maakt niet super mat, hij maakt niet super glanzend, hij dekt niet super veel, hij dekt gewoon normaal. Het is gewoon letterlijk een normale, goede poeder, geschikt voor elke huidtype, elke huidsoort. Dit is echt een goede, goede poeder. Echt je geld waard. Ik ben helemaal impressed. Ik had hem ook getest in een video. Ik heb hem de afgelopen tijd echt bijna elke dag gebruikt. Zo goed vind ik hem. Hij heeft ook geen flashback. Dus als je foto's maakt, dan kan dat gewoon. Dan heb je niet zo'n witte waas. Hij is ook best wel groot. Hoeveel gewicht zit hierin? 10 gram. Dus dat is gewoon prima. Je hebt hem ook nog in een andere kleur. Je kunt hem gewoon bij hen op de website bestellen. Ik heb ook een kortingscode voor hun website. Die staat beneden in de beschrijving. Is gewoon altijd geldig. Dan bespaar je een beetje geld. Deze is echt zo ontzettend goed. Niet normaal. En om even verder te gaan met Makeup Studio heb ik hier ook hun cream blush. Als jij een cream blush kind of girl bent, ga jij hier zo blij mee zijn. Ik heb de kleur Coral Passion. Dit is werkelijk waar. Ik overdrijf niet, de beste cream blush die ik ooit heb gebruikt. Ik ben niet per se een cream blush kind of girl. Ik gebruik normaal gewoon poeder. Maar toen ik deze gebruikte, ik dacht echt wauw. Dit is echt de reden dat ik iets had van oké, ik begrijp waarom
mensen cream blush gebruiken. De kleur is gewoon zo mooi. Hij blendt zo ontzettend goed uit. Je hebt ook een paar andere kleuren. Hij lijkt heftiger hierop dan als je hem opdoet. Het is gewoon zo'n super mooie cream blush. Dus dit zijn echt twee van mijn fave producten van hun. Echt amazing. Echt je geld waard. Ik ga verder met een setting spray die iedereen al wel kent. Maar ik wil hem jullie toch even aanraden. Iedereen moet hem gewoon hebben in de stash. En dat is de All Nighter van Urban Decay. Als jij deze opdoet, zie je oprecht verschil in hoe lang je make-up goed blijft zitten. Altijd als ik echt een super, super lange dag te gaan heb, dan doe ik deze op. En je merkt echt verschil. Hij is zo ontzettend goed. Hij is ook vaak in de sale. Ik had hem ook weer gehaald in de sale voor maar 20 euro. Normaal is hij 10 euro meer. Hij is echt je geld waard. Het is echt een goede fixing spray. Als jij iemand bent die altijd problemen heeft met hoe lang de make-up blijft zitten, gebruik deze spray. Je gaat echt verschil zien. Hij is echt de hype waard. Ik weet dat iedereen hem al kent, maar ik wilde hem toch nog even laten zien. En toch nog echt even laten weten dat hij echt je geld waard is. De fles is ook best wel groot. Hij gaat best wel lang mee. Hangt er ook wel vanaf hoe vaak je hem gebruikt. Ik gebruik hem niet iedere keer. Alleen maar wanneer ik echt wil dat mijn make-up lang goed blijft zitten. En er staat op tot 16 uur. Dus, en dat is ook echt waar. Hij laat je make-up echt super lang zitten. Sowieso 12 uur. Ik heb maximum mijn make-up een keer 12 uur opgelaten. Toen ik hem op had gedaan. Hij is het gewoon echt waard. En hij is ook lichtgewicht op je huid. Je voelt hem niet helemaal zitten. I love it. Dan wil ik het ook nog even hebben over een highlighter paletje die ik ook nou op heb. Dit is een van mijn meest heftige highlighters ever. Deze is alleen maar geschikt voor al mijn meiden, net als ik, houden van een heftige glow. En dat is dit Pixie paletje in samenwerking met Rage Loves. Deze had ik ook gehad in PR. Hij is een beetje prijzig, iets bij de 20 euro, maar hij is echt waard. Ik zou deze echt gewoon hebben gekocht als ik had geweten hoe goed die is. Deze is zo mooi. Ik heb nou de kleur Lace op. Die heb ik hier gedaan. Hier, een beetje hier, ook bij mijn voorhoofd, op mijn neus en in mijn binnenste ooghoek. De kleuren die ik het meest gebruik zijn deze onderste twee. En wanneer ik bruin gebruik ik vooral deze kleur, die heet T. Dit is zo'n heftig oogschaduwpaletje en je hebt lekker veel kleuren. Kijk even hoe mooi. I love it. Het is gewoon echt insane hoe goed deze kleuren zijn. Je hebt ook twee een beetje aparte kleuren. Een beetje meer donkerbruin en een beetje paarsachtig. Kijk even hoe heftig. De swatches zijn ook echt geweldig. Het voelt ook echt aan als boter. Het smeert zo lekker in op de huid. Het blendt ook mooi in de huid. Alsof je echt gewoon een glow hebt from within. Als je begrijpt wat ik bedoel. Maar wel een hele heftige glow. En het is gewoon echt amazing. Het voelt niet aan als krijt. Dat heb je af en toe wel. Dat het een beetje voelt als krijt op je gezicht. Dat is het echt totaal niet. Dit paletje raad ik echt iedereen aan. Als je een meer donkerdere huidskleur hebt, dan gaat de kleur hier echt amazing zijn voor jou. Dit paletje is echt gewoon een van mijn faves. Als ik wil gaan voor echt een heftige glow zoals vandaag. Ik wil echt een heftige glow hebben. Dan zou ik zeker deze kopen. Als je niet houdt van een heftig glow, dan moet je hem vooral niet halen. Nou mensen, dit was het dan. Dit zijn alle make-up producten waarvan ik echt denk, deze moet je hebben in je stash. Zijn echt je geld waard. I love them. Echt fantastische producten. Als jij al een van deze producten hebt, let me know wat je ervan vindt. Ik ben ook heel benieuwd naar jullie mening. Heb jij nou ook een make-up product waarvan je denkt, wow Sarah, deze is ook echt geweldig. Deze moet ook echt iedereen hebben. Laat het ons dan ook eventjes weten beneden. En dan schaf ik hem misschien ook aan om hem te proberen. Want ik ben altijd op zoek naar goede make-up. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!